Voordat deze vlog begint, wil ik eerst eventjes iets zeggen. Ik heb de laatste tijd best wel vaak zitten nadenken over om iets meer te vloggen tot dagelijks vloggen. Het lijkt me best leuk. Ik heb de laatste tijd namelijk best wel erg veel te doen. Dus als je dat zou willen of iets, laat me achter. En nu, veel plezier met kijken naar de vlog. Meer dan 11 miljoen Nederlanders gebruiken YouTube. Oftewel, als je dit eens kijkt, ben je één van die 11 miljoen. Wow. Wat gebeurde daar? Ik wilde hem vangen, maar het liefst. Oké, nou in ieder geval, hey kijkers van mijn kanaal, welkom weer terug hier bij een nieuwe vlog. Het is weer een tijdje geleden dat ik voor het laatste vlog heb gemaakt, dat was toen in New York. Dus ik heb er vandaag weer veel zin in en... Oh, dit is de eerste keer dat je in een vlog zit. Nou, eigenlijk niet. Nee. Nee, de vorige keer zat je er ook in, maar toen was het nog allemaal geheim en alles. Ja. Ja, dat was toen allemaal nog geheim. Toen rende inderdaad gouden trap op toen met... Wat andere vlogs, dat ze niet in beeld mocht. Maar in ieder geval, wij staan hier zo op het punt weer eigenlijk om weg te gaan. Want we gaan dus straks kijken naar nieuwe delen van het boek. Of tenminste nieuwe bladzijden die we zelf nog niet eens gezien hebben. Want het boek is nog niet gedrukt natuurlijk. Maar in de vorige video heb ik bekendgemaakt, of hebben wij bekendgemaakt dat we een eigen boek hebben. Maar we gaan straks dus lekker onderweg met Juliettje. Huh? Ja, oké. Maar we gaan dus inderdaad naar Hilversum. En naar de Mac. Oh! Kijk, jij snapt het leven. Ja. Maar in ieder geval, ik moet eerst even weer mijn baardje scheren. En wie gaat dat doen? Wie gaat dat doen? Ja, wanneer ga je dat doen? Nu toch niet? Ja, jij. Ja, wel nu. Het moet. Dus ga mijn baard scheren. Ja, geef mij een... Lekker dingetje. Knif. Oké. I love it. Oh ja. I don't care. Niet heel praktisch, hé. Oh ja, nee, echt. Oh, lekker dit. Zo lekker over mijn mond heen. Mm. Zou ik je neus daar ook gaan doen? Shut the fuck up. Dat denk je echt niet meer met het ding. Nou, ik ben weer helemaal fresh, helemaal klaar. Ik ben trouwens wel echt blij dat ik... wel eventjes een dingetje dat ik nu gewoon in mijn vlogs... Jule erin kan doen, dat ik het niet meer hoef te verbergen. Dat is voor mij echt wel een soort van verbetering. Klinkt heel raar dat ik dit zeg, maar dat is wel zo. En ja, voor mij is dat wel een dingetje geweest. We hebben een probleem, we moeten deze doos achterin doen. En we moeten met drie... Ja, jij bent ook het probleem. We moeten drie mensen achterin, dus die moet lekker op schoot. Bij degene met de benen. Wie heeft de dikste benen? Niet. Oh. Ja, dat is zo. Kan dat niet zo? Ja, laat maar zo. We hebben net dus zo'n Snapchat filter ontdekt eigenlijk. En kijk, als Mel de Snapchat filter doet, kom eens. Hey kijkers van mijn kanaal, welkom bij weer een nieuwe video. Het is zo lelijk. Die stem klinkt gewoon precies hetzelfde als mijn stem als ik dat doe. Jawel, echt. Ik vind echt ja, ik vind het wel. We hebben de tocht overleefd. We zijn nu dus bij het gebouw waar we binnenkort een meeting hebben. Beeld en geluid. Hier, kijk, het ziet er echt zo heel apart uit. Maar we gaan nu dus eventjes de spulletjes afleveren. Zoals de truien die daar verkocht gaan worden. Dus ik weet niet of jullie het nog weten, maar ik had dus laatst inderdaad een aankondigingsvideo gemaakt over inderdaad een meet and greet. En kijk, dit is dus Let YouTube, de eerste YouTube tentoonstelling ter wereld. Ik zal trouwens een linkje in de beschrijving zetten, maar kijk, dat is mijn hoofdje. Melanie nog met de beugel trouwens hier zo en mijn ouders. Maar dit is dus een meet and greet met heel de familie. En hier binnen, daar zijn ze dus bezig met de tentoonstelling. Mag ik hier al een stukje van laten zien of ja. Mag het nog niet? Nee, hè? Is nog... Jawel. Oké, van afstand, wat er nog niks te lezen is dan. Kijk, dit is dus een hele tentoonstelling over YouTube. En hier kan je dus binnenkort naartoe om het te bezoeken. Dit is maar een klein gedeelte hoor. Ja, dit is nog maar een klein gedeelte inderdaad. Maar best wel bijzonder dus, want het is de eerste tentoonstelling ter wereld over YouTube. Meer dan 11 miljoen Nederlanders gebruiken YouTube. Oftewel, als je dit eens kijkt, ben je één van die 11 miljoen. Wow. Hier is het dus ook nog helemaal in aanbouw. Dus echt gewoon nog superveel wat erbij komt met allemaal over YouTube. En daar zijn kamers waar je zelf video's kan maken. Maar inderdaad, als je dus naar die meet and greet komt, het is dus best wel een hele speciale meet and greet. En dan kan je gelijk dit allemaal bij doen. Met dus al deze info, kan je gelijk allemaal bezoeken. Ik vind het echt vet. Echt gewoon zo'n hele tentoonstelling over YouTube. Dat is echt super nice. Oké, dus we zijn weer de volgende bestemming aangekomen. Maar eventjes nog om te zeggen, als je naar een meet and greet nog nooit bent geweest, of als je er sowieso een keer naartoe wil komen, dan moet je echt naar die meet and greet komen, want daar is een heel speciaal evenement bij en zo. Dus dat zal ik echt doen. Maar nu, FC Klap. Voor het boek. Voor het boek. Voor het boek. Voor het boek. Oké. Ik neem de vlog over. Ja, neem de vlog maar over. Nou, Joes neemt even de vlog over. Dus wat ga je laten zien, Jo? Pagina's uit het boek. Ja, wat ligt hier allemaal? Mag ik het al laten zien? Ja hoor, laat me een beetje zien. Niet te veel.
Zo? Ja. En dan dit ik omdraaien. Ja, eerste keer dat je vlogt. Wow. Maar in ieder geval, er liggen hier dus heel veel pagina's van het boek. Ik kan eigenlijk niet echt iets laten zien, want dan moet je natuurlijk het boek halen. Maar zoals je kan zien, het is heel erg kleurrijk. Het ziet er echt super gezellig en leuk uit. En oké, ik ga gewoon één dingetje laten zien. Hier, de katten van de Latoys. Ja, zelfs de katten. Kijk, die hebben er een rol in. Maar wat vind jij ervan? Gortig. Ik vind het gortig. Ja, ik vind het ook. Ik ben er echt super trots op. Je kan dus inderdaad ook al pre-orderen. Maar dit boek wordt dus ook gelanceerd bij de tentoonstelling van waar we net geweest waren. Dus daar krijgen wij hem ook voor het eerst in handen. Ben je er trots op? Ja, heel trots. Ja? Ja, echt superleuk. Kijk, dit is mijn eigen voorstelpagina. Gio, dit is Gio. Hallo, dat ben ik. Dit is mijn levensmotto. Blijf jezelf. Trek je van niemand iets aan en ga waarvoor jij wilt gaan. Best wel mooi, toch? Heel mooi. Je klinkt zo sarcastisch. Melanie over Gio. Hij is een stoere gast, maar heeft stiekem wel een klein hartje. Als ik 5 minuten laat thuis ben, vraagt aan mijn moeder of ze al van me heeft gehoord. Dat is vroeger. Nou, zoals je ziet zijn er echt hele leuke dingen in. Maar dat is inderdaad wel zo vroeger als Mel nog niet thuis was. Bijvoorbeeld als ze een 30 minuten te laat thuis was. Dan heb ik gewoon een keer gejankt omdat ik dacht dat er wat was gebeurd. Bijvoorbeeld in de supermarkt of iets. Ik ga even Joetje de kennis testen. We hebben ook een quiz namelijk in het boek staan. Hoe noemden Gio en Mel elkaar vroeger? Heb je mij nooit verteld? Nee, maar wat is het? Wat denk je? Of Gigi en Millie of Pipi en Mimi. Oké, wat denk je? Welke? Je moet zeggen. 3, 2, 1, nu. B? Nee, het is D. Pipi en Mimi, ze noemden we elkaar maar vroeger. Maar ik wist wel een van die twee. Oké, nou. Wow. Hele andere plek ineens. Dit is een plek die jullie waarschijnlijk nog nooit gezien hebben. Ik ben hier bij Joetje thuis. Dit is dus eigenlijk ook een plek waar ik de laatste tijd heel erg vaak ben. Maar in ieder geval, ik ben hier dus heel vaak de laatste tijd. Alleen wij gaan nu slapen, want morgen moet June naar school. En ik heb morgen ook weer wat te doen. Dus ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Nog eens een blauw duimpje omhoog. Er staan dus links in de beschrijving. Dan kan je je aanmelden bij de meet and greet. En het boek natuurlijk. Die meet and greet wordt echt super vet. Misschien is Gio er ook wel bij. Dat zien we wel. Maar ik ben wel blij dat ik dit nu ook hier kan filmen. Voordat jullie denken van Gio, waar ben je ineens? Maar ik ga lekker slapen. En ik zie jullie weer bij een volgende video. Dus doei! 16 september. De dag is eindelijk.